Ja, we staan hier op basisschool De Vest in Hoogeloon tijdens de kerstactiviteiten. Langs mij staat juffrouw Ankie. Juffrouw Ankie, hoe is het vandaag gegaan? Wat is er allemaal te doen geweest op school? Nou, we hadden vandaag 4 workshoprondes. Alle kinderen gingen dansen, een liedje instuderen. Ze gingen eten maken voor elkaar. En ze hebben kerststukjes gemaakt. In de kookworkshops wordt het eten bereid voor de lunch tussen de middag en de versnaperingen tussendoor. Je neemt zo meteen steeds 2 boterhammetjes. Eentje doe je boter op, de andere doe je beleg op. Aan één tafel staat pindakaas en op deze tafel staat jam en daar staat chocopasta. Dan leg je ze op elkaar. Dan zit er iemand van die 8 achter de snijplank met het grote mes. Na zo'n 2 uur hard werken zijn de jongelui wel toe aan een speelpauze. Hier zijn ook de kinderen heel erg enthousiast bezig. Juffrouw Marjan, kun je even vertellen wat hier precies de bedoeling is? Hier zit groep 1 tot met 8 samen in de klas en we leren een Engelstalig liedje aan. Wat best wel moeilijk is, maar de kinderen doen hartstikke goed mee. Gymzaaltje van de basisschool De Vest. Ik ga even juffrouw Karen vragen wat ze hier nou precies aan het doen zijn. Juffrouw Karen, wat zijn ze hier aan het doen, de kinderen? Nou, wij zijn aan het oefenen voor de flashmob van vanmiddag. Want elke groep heeft deze dans geoefend. En straks beginnen er een paar en vanuit het publiek komen er steeds meer bij. En ja, dansen is ook heel erg leuk om te doen en ook belangrijk. En dat leren we hier vandaag. Dus. Mooi, en iedereen doet goed mee, zie ik. Dus veel succes ermee. Dankjewel, de sfeer zit er goed in. Dus. Ja, goed zo. Ik sta hier bij Koen. Koen, hè? Je bent heel erg enthousiast geweest, zie ik. Vertel eens wat over jouw kerststuk. Nou, ze zei eigenlijk van, iets kijken. Maar ik heb gewoon wat ingeprikt, overal wat groen. En dan is het uitgekomen en ik had ook nog wat kerstballen.
En komt bij jullie mama op de kast staan, of niet, met kerstmis? Weet ik niet, of ik steek er een kaars en dan steek hem aan en dan is de kampvuur. Oh, dat kan ook nog. Succes ermee. De lunch gebruikt iedereen in zijn of haar eigen groep. En zo te zien moet er flink gegeten worden. Nou, dat was echt een mooie afsluiter van de dag. Karin, alles goed naar wens verlopen? Ja, hartstikke goed. Lekker gegeten, iedereen tevreden. En je ziet het, hartstikke mooie optreden voor de ouders. Hartstikke leuk. Met dank aan de ouderraad natuurlijk, want die heeft heel veel werk verricht. Nee, tevreden juf, klaar voor de vakantie. Oké, okay. Nou, fijne vakantie aan jullie allemaal. Iedereen, veel plezier. Ja.